nierpatiënten die moeten dialyseren. En moeten dat 3 keer per week doen in het ziekenhuis. En zo'n dialyse duurt dus wel 4 uur lang. Nou, om dat gat draaglijker te maken, heeft het Laurentius Ziekenhuis in Rumun een virtuele fietstour bedacht. Vorig jaar november werkten meer dan 60 man zich in het zwijt in Ilvioren en Hertenheim. Ze deden toen met aan een spinningmarathon. En zo werden er genoeg geld opgehaald voor een bijzonder apparaat, voor nierpatiënten die moeten dialyseren. Donderdag op World Kidney Day, oftewel Wereld Neerdag, werd dat apparaat onthuld in het Laurentius Ziekenhuis in Rumen. Ja. Dialyse is voor nierpatiënten. Die gaan 4 uur, 3 keer in de week aan een dialysemachine. Om het vocht en de afvalstoffen van het lichaam te verwijderen. Vooral de 3 keer per week om terug te komen naar het ziekenhuis is best wel zwaar voor de patiënten. Want buiten dat hebben ze ook nog hun eigen afspraken met een chirurg of met een cardioloog. Dus die 3 keer plus hun eigen ding, dat maakt het best wel zwaar. En dan zijn ze 4 uur dat ze hier zijn, maar dan komt er een half uur van de taxi bij, want ze moeten van thuis uit hier naartoe. En dan worden ze aangesloten, dan hebben ze 4 uur dialyse, worden ze weer afgesloten en dan gaan ze met de taxi weer naar huis. En hop, wij komen in Rotterdam. En daar is het duitje? Ja, het duitje. Dan moet ik natuurlijk even een tijdje doorfietsen. Ja. Meneer Ketelaars, het is een hele fijne dag, denk ik, voor mensen die toch eigenlijk altijd naartoe moeten komen. Hè? 3 keer in de week, 4 uur in het ziekenhuis. Het is niet niks, hè? Nee, dat is heel spannend voor die mensen. En dat duurt heel lang om hier 4 uur de nieren gespeeld te krijgen. En het is geweldig dat we nu met hulp van veel mensen iets gerealiseerd hebben kunnen krijgen. Het fietslabyrinth, waar die mensen dus gewoon fietsend gespoeld kunnen worden. Maar ook fietsend door Rumunje, fietsend door Amsterdam. Aan een apparaat, goed voor de gezondheid is. Ik hoop dat ze daardoor eerder kunnen opknappen. Dat is best lang. Je hebt het over ongeveer 5 uur, 5,5 uur, dat ze tijd hier aan kwijt zitten. En dan zitten ze 4 uur in de stoel. En daarom ook dit initiatief. Vrienden van Laurentius is een stichting waar we weer proberen om projecten mogelijk te maken die de zorg verbeteren voor mensen waar geen geld voor is. Dit fietslabyrinth is daar een voorbeeld van, daar is geen geld voor. En dat is ook geen medische noodzaak eigenlijk? Die medische noodzaak is er wel. Want als, om te fietsen? Als ze beweegt en er ligt niet stil aan een bed, dan doorstroomt alles beter en dan gehoopt ze dat ze dan ook sneller geneest en de bus afgeleid. Dus voor de patiënten is het veel prettiger. We hebben ten eerste vorig jaar in maart een proefopstelling gehad. Dan hebben we 2 weken dit apparaat op de afdeling gehad. Nou, om aan de patiënten de kennis mee te laten maken en kijken of er enthousiasme voor is. Nou, dat was helemaal aanwezig. En toen hebben we ons er hard voor gemaakt om dit apparaat op de afdeling te krijgen. Ja, dat is financieel niet zo best groot bedrag om bij elkaar te krijgen. We hebben een fietsmarathon georganiseerd met een sponsoring. En daaruit voort is het geld gekomen om dit aan te kunnen schaffen. Is het genoeg 1 apparaat voor hier alleen in Rumunje? Nou, hier in Rumunje hebben we er op dit moment 2 staan, maar dat is niet genoeg. We zitten nu met de Weerterberg, dat is ook een afdeling van de nierdialyse van Rumunje. En we gaan er zo sterk van maken dat we daar ook zo'n apparaat kunnen neerzetten voor de mensen, voor de patiënten. Ja. Super, hè, dat je ook vanuit de gemeenschap eigenlijk zoveel mensen hebben bijgedragen hieraan. Ja, echt geweldig. Niet alleen van onze dialyseafdeling, ook uit het huis. Ook extern zijn er mensen die er gewoon mee hebben gedaan om een goed hart toe te dragen. En het is een wens van ons om op onze andere locatie ook zo'n apparaat neer te kunnen zetten voor onze patiënten. Want we hebben 2 locaties hier in Roermond en in Weertebergen. Als mensen ook willen steunen, als ze iets willen doen, misschien dat we het wel gaan willen organiseren. Ja. Ze kennen bij ons terecht? Ja, ze kennen zeker bij ons terecht. En ze kunnen ook kijken op onze website, Stichting Vrienden van Laurentius. Als mensen tevreden zijn over de zorg, maar ook dingen willen verbeteren, dingen tot stand kunnen brengen, wie we hier ook samen gedaan hebben, daar staat ons rekeningnummer in. Verzinnen een ambi, dat wil dus zeggen, verzinnen een algemene nut erkende stichting. Dat betekent dat alles wat de mensen geven is ook nog
aftrekbaar van de belastingen. Dus dat scheelt de helft, zou ik maar zeggen. Dialyse zelf brengt nogal complicaties met zich mee tijdens de dialyse. Mensen kunnen een lage bloeddruk krijgen, mensen kunnen een krampen krijgen. En doordat je vooral in het eerste uur van de dialyse gaat fietsen en die hele bloedsomloop op gang helpt, daardoor komen ook heel veel afvalstoffen weer vrij die beter meegenomen kunnen worden. Het is echt een goede afwisseling tijdens die 4 uur. Ja, en het is ook zowel voor het hoofd ook heel goed. Hè? Want door de beweging is ook de doorbloeding in het hoofd veel beter. Ja, en krampen tijdens de dialyse, mensen die fietsen, die hebben dat bijna niet. Nee. Je komt ook nog eens ergens in, hè? Rotterdam zag ik al. Ja, niet alleen Rotterdam. We gaan naar Amsterdam. We gaan eigenlijk door heel Nederland. Wat dan weer leuk is voor onze buitenlandse patiënten. Want die leren dan Nederland een beetje kennen. Maar je kan ook naar Venetië gaan. Of naar New York, naar Shanghai, Parijs, Berlijn. Noem het maar op. Het zit erbij. Chantal denkt, hoe harder ik fiets, hoe harder ik... Ja, ik ben het voelen of er weerstand komt. Dat is het, hè?